Breda Nu. Je weet het meteen. Op het Bredaanse stadserf werd door wethouder Boas Adank een boom geplant. Deze boom, een sierkers, moet meer groen op het stadserf brengen. De reden dat die boom geplaatst is dat het wordt steeds warmer in de stad en daar willen we eigenlijk wat aan doen. Zou er meer groen geplaatst gaan worden de komende tijd? Jazeker, we proberen iedere keer nog meer groen in die stad te krijgen. Dus alle stenige plekken goed kritisch naar kijken van zijn er die stenen nog wel nodig, hoe wordt het gebruikt. En wat kunnen we dan ook als toepassingen gebruiken, zodat het groen weer echt beleefd en gebruikt kan worden. En hoe gaat de gemeente dit financieren? We hebben extra middelen voor het aanpakken van de klimaatveranderingen. Verschillende gelden die we dan gebruiken om die plekken te vergroenen of water terug te brengen in de stad. Om zo die klimaatverandering aan te kunnen. We staan hier op het stadserf en er is al een lang gekoesterde wens om toch iets meer groen ook in de binnenstad te hebben, maar ook zeker op het stadserf. Het is een redelijk versteende omgeving waar veel auto's zijn. En vergroenen maakt dat de verblijfskwaliteit echt verbeterd. Dus vandaar dat we vandaag de eerste start hebben gemaakt met een boom in een mooie bak. Hele goede ontwikkeling. Op welke plaats in Breda gaan we dit eventueel meer zien? Nou, we gaan ook gewoon kijken hoe het nu de boom ook zich goed houdt in deze bak. Deze bak hebben we speciaal laten ontwikkelen. En ik hoop dat we die straks ook bijvoorbeeld op de Markendaalseweg in de tijdelijke inrichting op de Oude Vest, dat we dit soort bakken meer kunnen gaan gebruiken. Want niet op elke plek kan je een boom neerzetten. Maar op deze manier kunnen we wel overal een boom neerzetten. En met wie werkt u samen? Nou, we werken samen met verschillende partijen. Natuurlijk ook de bomenpartijen, maar ook gewoon met onze leveranciers om dit soort dingen te kunnen maken. Breda Nu. Je weet het meteen.